Life is weer een rollercoaster. Jullie van Be Life en welkom een nieuwe video op mijn kanaal, een derde update van de Mayfair vlog. In deze video ziet zal de Mayfair waarschijnlijk al open zijn. Gewoon even een rondje lopen rond de Mayfair, want hij staat er al volledig. Hier is al het Funhouse. Funhouse die andere jaren dan is ook staat. Factory die andere jaren hier ook staat. Ook is op de Mayfair, waar er trouwens ook acteurs in zitten. En hier sta ik aan een scooterkraam. En daar staat de attractie waar ik blij ben dat hij er staat, de G-Force. We nu alweer gaan kijken bij de Terror Factory. Deze attractie ook een nieuw is vooral de Mayfair. Oké, bij nader inzien is deze toch een nieuwe attractie, maar een attractie die ook altijd hier stond. Want vroeger stond hij helemaal op de hoek, aan het begin van het zand. En zoals ik al dacht, hebben ze heel de setting veranderd van de Mayfair. Zoals jullie zien, staat hier de Eclipse. Oké, ik was bang dat hij er ook niet zou staan, maar hij staat er toch. Nice. Hier de polyp is in volledige vorm. Blijven we nog de laatste loodjes aan het leggen. En hier ziet de prijs 4 euro voor een ritje op de polyp. En hier mensen staan we aan de G-Force. Toch een van mijn favorieten op de Mayfair. Of op de kermis. Om even verder kijken op Beursplein wat het daar allemaal staat. Op Beursplein op staan weer standaard de eetkraampjes en de spelletjes. Hier een eentjeskraam. Zoals jullie zien staan hier al
Of staat daar al de Skyflyer, de nieuwe attractie op de May 4. Ik wil zeggen dat hij wel mooi uitziet. En hier de popcorn. Deze attractie. En dit jaar hebben ze ook niet de volledige beursplein gebruikt voor attracties op te zetten. Was de andere jaren ook de beursplein vol, maar dit jaar niet. Hier natuurlijk de Big Splash. De Lokvloem op de Mayfair. En mijn Lunaparkjes. Mijn Lunapark. En enkele speelkraam. En hier ook een nieuwe loopattractie, een Haunted Mansion loopattractie. Dit is ook nieuw op de Mayfair dit jaar. Vroeger stond deze op de beursplein of aan de beursplein, maar nu staat hij hier op het zand. Wel zeggen, het ziet er mooi uit deze attractie. Aan de buitenkant toch. En hier hebben we standaard de Wild Mouse. Een spinning coaster. Hier hebben ze wel standaard de speelkramen, eentjes vangen, shitkramen enzovoort. Hier het pasta krampje. Hier hebben we pasta krampje, wat trouwens goede pasta kan eten hier. Hier ook standaard Luna Park. Hier een kinderachtbaantje op de Mayfair, die ook al enkele jaren hier staat. Hier hebben we de rock'n'roll in plaats van de breakdance. Wel een goede vervanger, maar jammer dat de breakdance dit jaar er niet staat. En daarnaast hebben we de take-off staan. En hier gewoon een kinderattractie. En hier de glijbaan die als elk jaar hier ook staat. Hier een eetkraampje of een speelkraam. En hier een eetkraam, een thematiseerd in een Indisch thema. Wel leuk bedacht. Natuurlijk hebben we hier dan de Air Max staan. En afsluiten doen we dus nu aan de Air Max. Vond je dit een leuke video? Geef me dan zeker dat duimpje omhoog. Vergeet niet om te gaan abonneren op mijn kanaal hier beneden. Vergeet even niet het belletje naast de abonneerknop aan te klikken, zodat ik een video upload. En ik zie je terug in de volgende video.